Ja, Mounir Elhamdoui, je terugkeer vandaag bij AZ, maar met een 4-2 nederlaag tegen NEC. Ja, hoe heb jij deze dag of deze middagavond beleefd? Ja, achteraf niet goed. Want ja, als je verliest is het nooit leuk. Maar voor mezelf ja, was ik toch wel weer blij dat ik een wedstrijd heb kunnen spelen. En dat ik weer lekker ben begonnen met mijn ritme op te bouwen. Dus aan de ene kant... Ja, lekker dat ik weer kan voetballen, maar aan de andere kant slechte resultaat. Heel even over jou eerst. Van de Brom, je trainer, zei al van dat je weer fit was, dat je erbij zou zitten. Was je zo verrast dat je zou beginnen? Ja, nee, de trainer die had het me gezegd. Dus ik wist dat ik zou starten. Dus dat was lekker. Ja. Veel mensen zullen natuurlijk zeggen van hij heeft weinig wedstrijden gespeeld de laatste maanden, jaren. Hoe kijk je daar zelf naar? Omdat je natuurlijk niet veel gespeeld hebt, zeker de laatste weken niet. En ik heb lang niet gespeeld. Alleen moet ik zeggen dat het wel best wel meeviel. Ik voelde me best goed. Dus het viel best mee. Hoe kijk je terug op dit duel? Ja, het resultaat is slecht. Dus dan heb je nooit een goed gevoel. Dus dat is jammer. Wat is jouw verklaring dat het vandaag gewoon een stuk minder ging met AZ? Ja, verklaring? De wedstrijd is net afgelopen. De teleurstelling die speelt nou voornamelijk nog. Ik denk dat we aankomende week gaan kijken wat er allemaal misging. Jij als ervaren speler, je hebt dit soort dingen vaker meegemaakt. Donderdag wacht natuurlijk Augsburg, waar je zelf niet bij bent. Maar wat denk je dat dan nu moet gebeuren om een goed resultaat neer te zetten donderdag in Duitsland? Ik denk sowieso dat we gewoon weer positief moeten kijken naar de volgende wedstrijd. En weer gewoon alle koppen dezelfde richting. En gewoon weer positief. Een nieuwe wedstrijd weer. Een nieuwe kans. Dus ja, gewoon positief met z'n allen. En elkaar oppeppen en weer de volgende. Voel jij voor jezelf dat daar een rol voor jou is weggelegd? Een rol? Nee, ik ben voetballer. Dus ik ben hier om te voetballen. Dus ik ben gewoon voetballer. Ik ben geen mental coach of iets in die zin. Dus wat je zegt, ja, je probeert positief te blijven met alle jongens. En gewoon weer positief naar de volgende wedstrijd te kijken. Want ja, elke wedstrijd is weer op zich. En ja, de dingen die... verkeerd heb gedaan of die fout gingen, die probeer je met z'n allen te verbeteren. En dan weer op naar de volgende wedstrijd en hopen dat je zulke fouten en de dingen die de fout gingen, hopen dat verbeterd wordt. Voor jou persoonlijk is de volgende wedstrijd tegen Vitesse. Wat kunnen we van jou verwachten? Wat je van mij kan verwachten? Dat ik iedere wedstrijd 100% geef. Ik denk dat je vooral dat kan verwachten. Daarnaast de nodige creativiteit en scorend vermogen. Mm-hmm. Iedereen denkt natuurlijk aan de manier Elhamdoui van het kampioensjaar, de geweldige goals en de mooie acties die je gemaakt hebt. Is dat ook iets wat jij zelf voor ogen hebt? Nee, dat is mijn spel. Dus als ik fit ben, dan komt het wel weer. En is de manier Elhamdoui zo fit zoals toen? Ja, vandaag nog niet. Maar dat komt wel weer.